Hi, welkom terug. Vandaag heb ik een video voor jullie waarin ik een aantal moederdag cadeautips laat zien. Binnenkort is het natuurlijk weer moederdag en ik dacht misschien is het leuk om zo'n beetje ideeën op te doen. Misschien bij zelf een moeder of misschien wel voor je eigen moeder. Schoonmoeder kan natuurlijk ook. Het zijn natuurlijk vooral beauty cadeaus en ja, ik denk dat heel veel vrouwen daar wat blij van worden. Ik in ieder geval wel. Mij maak je het meest blij altijd met beauty cadeaus. En ik weet het wel, niet iedereen is gek van beauty, maar... nou ja, ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt. Dus ben je benieuwd naar mijn tips, dan blijf vooral kijken. Eerst laat ik jullie deze bodycreme zien van Dove. Dit is de Dove Derma Spa Goodness Body Cream. Deze maakt je huid echt fluweel, zijdezacht en ruikt heel erg lekker. Voedt goed, hydrateert goed en ja, is ook nog wat betaalbaar. Dus ik denk dat deze het wel goed doet bij moeders. Dan nog een body butter van de Body Shop. Hier ben ik zelf dol op, gewoon omdat die heel erg voedend zijn, heel vol. En ideaal is bij een hele droge huid. Dan een iets luxe bodyproduct. En dat is deze Coco Mademoiselle van Chanel. En dit is een heerlijke geur. Ik ben hier echt verslaafd aan. Ik heb hier ook de parfum en zo van. Ik heb hier heel veel producten van. Ik vind hem zo lekker. En altijd als ik dit soort of deze geur draag, dan krijg ik ook altijd complimenten. Ik weet dat veel vrouwen deze heel erg lekker vinden. En dit is zo'n heerlijk luxe product wat heerlijk ruikt. Chanel is gewoon een en al luxe. En ik denk dat ook heel veel moeders hier blij van worden als ze dit op hun kaptafel, beautytafel of op de badkamer neer kunnen zetten. Wat ik echt een grappig cadeau vind voor moederdag, ook wel een beetje met een knipoog, is dit flesje. Dit is een geur en ja, meestal doen moeders toch wel het grotendeels het huishouden en zo. In ieder geval zo is dat hier altijd wel. En dit is Fresco Tuur van Moschino en is een beetje natuurlijk met een knipoog. En het lijkt op zo'n fles Glassex, allesreiniger, zo'n spuitbus, die kennen jullie allemaal wel. Het is een frisse geur, je moet hem trouwens niet zo opsprayen, je moet deze dop er wel afhalen. Ik denk dat heel veel moeders hier wel om kunnen lachen en de humor hiervan kunnen inzien. Het is wel een frisse geur, je moet er wel... Ja, dat geldt natuurlijk voor alle geuren. Ik ben zelf niet heel groot fan van frisse geuren. Ik hou meer van wat zwaardere, poederige en bloemachtige geuren. Maar hij ruikt op zich niet verkeerd, maar hij is wel heel fris. Maar ik denk dat hij wel heel erg leuk is om aan een moeder te geven. En dan deze heerlijke geur. Dit is de nieuwe Jill Sander Sun Shake. De nieuwe limited edition variatie op de altijd populaire Sun. Dit is dus een geur die bestaat uit twee kleuren. Die moet je dan schudden. Lekker helemaal sprayen. Hij ruikt heerlijk. Echt zomer in een flesje. Hij heeft ook iets bloemachtigs. Hij heeft ook iets warms, iets poederachtigs. En het is ook nog een hele betaalbare geur. En het is ook een lekker grote fles, 100 ml. Dus ik denk dat ook hier heel veel moeders blij van worden. En dan nog een geurtje. En dat is deze nieuwe Angel Muse. Dit is van Thierry Mugler. En dit is de variant op Angel. Het is wel een geur, je houdt ervan of je vindt het echt afschuwelijk. Ik heb er verschillende meningen over gelezen, verschillende reviews. En het is echt heel wisselend. De een vindt hem super lekker zoals ik. En de ander vindt hem echt weer te. Hij is vrij zwaar. Angel is sowieso al een zware geur. Hij is een beetje zwoel. Hij is gewoon heel aanwezig. Ik hou ervan. Maar nogmaals, geuren zijn sowieso wel persoonlijk. Maar soms heb je wel geurtjes die vinden heel veel mensen lekker. En dit is echt wel, ja, een dingetje. Ik kan me wel voorstellen als mensen deze niet lekker vinden. Ik vind hem heerlijk, ben er dol op. En ik vind de fles ook prachtig. Je kunt hem niet neerzetten, wel neerleggen. Maar het is een plaatje om te zien. En zeker een aanrader als je een moeder hebt of zelf moeder bent die van zware, poederige, warme geuren houdt. Dan laat ik jullie ook een make-up product zien. En dat is dit doosje van Only You. Dit is exclusief in Nederland bij Issy Paris te koop. En dit is een heel leuk oogschaduwpaletje. Het lijkt meer een beetje zo'n waaier. Ik zal even kijken of ik hem open krijg. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. En ook lekker betaalbaar. Daar zitten dan drie paletjes in met allemaal verschillende kleuren. Hier allemaal kleuren roze en een paar bruin tinten. Blauwe tinten, groene tinten. Een beetje oranje zie ik daar. Ik heb hier al eens een review over geschreven. De pigmentatie is echt top, zeker voor de prijs. Want dit palet kost gewoon is onder de 10 euro. Het ziet er ook gewoon leuk uit. Ik vind vooral deze kleurtje heel erg mooi. En aan de achterkant zit ook nog een handig spiegeltje. Heel erg leuk. Ik denk dat ook veel moeders hier blij van worden. Dan een nagellakje. En dit is een vrij ja, neutrale. Dit is echt een nude kleur. Dus een neutrale kleur waarvan ik denk ik ook wel denk dat heel veel moeders deze kleur wel mooi vinden. Want heel veel moeders vinden toch wel vaak. Die willen het allemaal niet te overdreven op de nagels. Niet te schreeuwerig. Allemaal een beetje rustig. Niet zoals ik nu bijvoorbeeld draag. Dan is dit een ideaal kleurtje. Dit is zijn de nieuwe Chanel lakjes. Chanel Le Vernis. Met een langere houdbaarheid. Een hele mooie glans. Dus blijft ook echt heel lang zitten. En dit is een prachtige kleur. Organdi. Een hele mooie zacht lichtroze nude kleur. Die eigenlijk bij heel veel huidtinten ook staat.
eigenlijk bij alles wat je draagt staat het. En het leuke is, als je deze in de webshop van Chanel bestelt, dan krijg je het zo mooi verpakt in zo'n mooie geschenk cadeaudoos, wit met een zwart Chanel erop, van dat mooie Chanel vloeipapier erin, echt zo luxe. Je krijgt er een paar tasseltjes bij, volgens mij kun je die zelf ook aanvinken op de site. Dus dan heb je wel een heel mooi luxe cadeau voor je moeder of als je zelf moeder bent op moederdag. En dan als allerlaatste laat ik jullie deze body zien. En dit is zo'n body die je dus als kledingstuk draagt. Ja, hij is dus helemaal zwart, heeft van die kapmouwtjes hierboven aan kant en zeg maar... nog boven je boezem, dan is die gewoon mooi bedekt. Ik vind het zo mooi en het staat ook heel erg mooi. Het is heel mooi te dragen onder een blazertje. En deze is ook lekker betaalbaar. Is te koop bij Mode Must Haves. En volgens mij kost die rond de 26 of 29,95. Dus dat is wel heel leuk. En ja, ik zeg al, ik ben zelf natuurlijk ook moeder. En ik hou er wel van om dit soort dingen te dragen. Ik draag toevallig in deze video nu ook een body. Dit is een roze. Deze komt van Lofies. Maar deze is wat draagbaarder, ook omdat hij zwart is en bij meer dingen matcht. Maar vooral het kant maakt het heel mooi. En volgens mij droeg ik hem ook in mijn vorige video. Mocht je die nog willen bekijken, dan kun je eventjes even hier terugkijken. En dit waren ze dan, mijn cadeautips voor moederdag. Ik ben benieuwd of je er iets aan gehad hebt, of je het leuk vond. En ja, laat het me weten hieronder in de comments. En vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie natuurlijk heel snel weer in de volgende video. Doeg!